Nou, we gaan praten met een van de DNA-leden, die dus ook natuurlijk de regering nauw op de voeten volgt om te kijken dat zij hard werken voor land en volk. En dan hebben we het over Edgar Sampi, DNA-lid van de ABOP. Goedemorgen, heer Sampi. Alles goed met u? Ja, en heer Sampi, ja. Ik gaf het al aan, de DNA-vergadering is dus van start gegaan. En de begrotingsbehandeling met name, die is dus gisteren begonnen. Als ik zo mag beginnen, hoe kijkt u zelf naar de begroting die is ingediend voor het dienstjaar 2023? Kijk, we zijn gisteren gestart met de behandeling van de begroting. Op zich, ik kan meegaan met de nota van wijziging die ingediend is. Er was eerst een begroting ingediend en daarna een nota van wijziging. En ik kan meegaan met zeker wat ingediend is, maar op bepaalde zaken kunnen we zeker niet bezuinigen. Want de nota van wijziging is opgesteld op basis van bezuinigingsmaatregelen. Die de regering wenst te treffen om te kunnen voldoen aan het IMF-programma. Maar zeker als wij kijken naar zaken als veiligheid en gezondheidszorg in Suriname, kunnen we niet bezuinigen daarop. Dus op andere dingen ben ik wel redelijk tevreden. Maar ik denk dat we meer aandacht moeten besteden en meer middelen vrij moeten maken voor de gezondheidszorg en de veiligheid van de Surinaamse burger. Ja, heer Sampi, u zelf bent ook lid van een aantal commissies rakende de desbetreffende ministeries. Hoe staat het met de begrotingen van die ministeries die zijn ingediend? Heeft u al een kijkje kunnen nemen? Kijk, ik ben zelf voorzitter van die commissie Justitie en Politie. Mm-hmm. En ik ben helemaal ontevreden met de manier hoe er gekort is in de begroting van het ministerie van Justitie en Politie. Bij vriendelingen dienst is bijvoorbeeld een groot bedrag gekort. Bij herinrichting of bouw strafinrichtingen is er ook gekort. Misdaadpreventie is er ook gekort. Noem maar op. Aantal zaken. Persoonlijke standaarduitrusting van de politie en alle eenheden welke onder het ministerie van Justitie en Politie vallen. Daar is er ook gekort. Dus hoe kunnen we zeggen en pretenderen dat wij een veilige Suriname willen? Dat veiligheidsgevoel terug moet bij de burger als wij niet voldoende middelen begroten en niet voldoende middelen reserveren voor de veiligheidsdiensten, de mensen die de veiligheid moeten garanderen in het land. Ik ben persoonlijk langsgegaan bij Santa Boma, zoals wij dat noemen. En daar is alles behalve gezond. Ik wil bijna stellen dat Santa Boma bijvoorbeeld niet eens voldoet aan de minimale voorwaarden van wat je verwacht van een goede strafinrichting. Yeah. En zo zijn er ook een aantal dingen die je kan aankaarten. Maar ook het ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld. Ja, dat is daar. We moeten niet zullen met de veiligheid van onze burger. Mensen kunnen doorgaan. Mensen leven onder zeer erbarmelijke situatie wat gezondheidszorg betreft. Ja, toch, wanneer het gaat om de zorg die ze nodig hebben. Ik weet het niet, maar we kunnen niet bezuinigen daarop. Ja. En ik ga me zeker richten op de medische zending. Die gaat om de gezondheidszorg in het binnenland. Ja, heer Sampi, als u zo mag kijken naar de begroting in zijn totaliteit, ook met de nota van wijziging meegenomen.
We weten dat de regering moet werken met een beperkt aantal middelen, maar zijn er toch wel zaken waar u zegt van, je kan liever daarop bezuinigen en dat geld stoppen in de gezondheidssector of voor veiligheid? Kijk, we weten dat ons land bijvoorbeeld in een moeilijke economische situatie verkeert. Mm-hmm. En zeg maar een aantal aanschafdienstwagen voor het kabinet van de vicepresident bijvoorbeeld, of aanschafdienstwagen voor het kabinet van de president. Daarin kunnen we bezuinigen. We kunnen bijvoorbeeld bezuinigen ook daarbij de post, dienstreizen van de ministeries, maar ook dienstreizen van de president. Waar wij bijvoorbeeld gezien hebben dat wij niet lang terug nog een dienstreis $200,000 dollar gekost heeft. Dat geld kunnen we bijvoorbeeld stoppen in de persoonlijke standaarduitrusting van de politie. Dat die representatief is en altijd zichtbaar is. En dat je altijd onderscheid kan maken wie een politieambtenaar is. Wie bijvoorbeeld burger is. Noem maar op, zo zijn er een aantal aanschaf van gebouwen bijvoorbeeld. Waar het onnodig is, dan maar bezuinigen. En bijvoorbeeld dat geld stoppen in de gezondheidszorg, noem maar op. Dus als ik zo naar u luister, zal u dus zeker pleiten voor een wijziging weer, of zo te zeggen, aanpassing op de begrotingen van deze twee ministeries? Ja, zeer zeker. Ik kom vandaag aan het woord en mijn speech is meer erop gericht om de burger, de Surinaamse burger, op te vangen, economisch, met sociale programma's op te vangen, maar zeker ook te investeren in de veiligheid van de burger en de gezondheidszorg van de burger, zodat ieder alles het, ja, je kan niet aan ieder, laat me het voorzichtig stellen, je kan niet aan ieder tevreden stellen, maar laat de burger zien dat je van jouw zijde, vanuit de zijde van de regering, jouw best doet om te voorzien in de minimale behoefte die er bestaat voor wat betreft gezondheidszorg, veiligheid en de sociale opvang van de Surinaamse burger. Nou, hartelijk bedankt, heer Sampi. Dan kijken we uit naar uw betoog vandaag in ons Nationaal Assemblée.